En ik ga nu zwemmen. Een van de dingen die ik 3 keer in de week doe, 's morgens vroeg. Ik ben omgekleed en er klaar voor. Bij al deze activiteiten die ik nu voor de laatste keer doe deze week, heb ik het idee van, goh, hoe zou het gaan na de operatie? Hoe kom ik daaruit? Kan ik dit dan allemaal ook nog vrij snel? Of zal er heel langzaam opbouwen zijn? Ik weet dat ik een paar weken moet wachten voordat ik mag gaan sporten. En sowieso voor het zwemmen. Dat is natuurlijk omdat de wondjes eerst dicht moeten zijn. Dus ik moet daar geduld mee hebben. Het is allemaal verschrikkelijk spannend en ik maak me daar toch best wel een beetje zorgen om. Omdat ik echt geen idee heb en geen controle daarover. En dat maakt het wel een beetje moeilijk. Ik heb het zo vreselijk koud. Ik ben bezig met mijn poppen maken. Een erg leuke hobby waar ik heel veel tijd aan besteed. En ik zit gewoon te bibberen van de kou. Waarschijnlijk omdat ik zo weinig mag eten deze dagen. En ik ben dus ook heel benieuwd hoe dat dan gaat na de operatie. Want ook dan eet je natuurlijk veel minder als van tevoren. Ik raak mijn dekentje denk ik kwijt en dat zal betekenen dat ik inderdaad me dikker aan moet gaan kleden. En ik hoop dat dat wel stabiliseert en dat ik daar in de toekomst minder last van ga hebben, want dit is toch niet echt heel erg lekker.